Welkom, mijn naam is Hede Volberda, advocaat op de sectie Cassatie van Pelsrijke. En vandaag bespreek ik een arrest van de Hoge Raad over de vraag wanneer cassatieberoep kan worden ingesteld van een tussenarrest. In dit geschil tussen Sonos en Google verduidelijkt de Hoge Raad wanneer op grond van artikel 401a lid 1 rechtsvordering tussentijds cassatieberoep kan worden ingesteld. De achtergrond van het geschil is als volgt. Google vorderde in deze procedure Sonos te verbieden inbreuk te maken op een van zijn octrooien. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft Google toegestaan te procederen volgens het zogenaamde versneld regime in octrooizaken. Later, bij vonnis van 17 maart 2021, heeft de rechtbank Den Haag zich onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de rechtbank Midden-Nederland in de staat waarin de zaak zich bevond. Daaronder valt volgens de rechtbank ook de eerdere processuele beslissing om volgens het versnelde regime te procederen. Sonos kwam tussentijds in hoge beroep van dit onbevoegdheidsvonnis en stelde ook incidentele vorderingen in. Deze strekte ertoe te bepalen dat de rechtbank Midden-Nederland niet gebonden is aan de processuele beslissing om volgens het versnelde regime te procederen. De incidentele vorderingen zijn door het Hof Den Haag op 27 juli 2021 afgewezen. De rechtbank Midden-Nederland heeft bij eindvonnis de vordering van Google afgewezen. In het licht van deze voor Sonos gunstige beslissing bestond geen belang meer bij het hoger beroep tegen het onbevoegdheidsvonnis, zo oordeelde het Hof Den Haag op 31 mei 2022. Sonos werd in het hoger beroep niet ontvankelijk verklaard. Sonos heeft tegen de twee uitspraken van het Hof Den Haag cassatieberoep ingesteld. Google heeft op haar beurt incidenteel cassatieberoep ingesteld. Beide partijen worden door de Hoge Raad niet ontvankelijk verklaard in hun cassatieberoep. De Hoge Raad overweegt daartoe dat de arresten van 27 juli 2021 en 31 mei 2022 tussenarresten zijn. In het dictum van die arresten is namelijk geen einde gemaakt aan het geding omtrent enig deel van het gevorderde. De enkele beslissing omtrent de proceskosten in het arrest van 31 mei 2022 maakt die uitspraak geen einduitspraak, al dus de Hoge Raad. Tegen dergelijke arresten kan in beginsel slechts gelijk met de einduitspraak cassatieberoep worden ingesteld. Dat is anders als in de tussenuitspraak een voorlopige voorziening wordt gegeven of geweigerd. Dan staat wel tussentijds cassatieberoep open op grond van artikel 401a lid 1 rechtsvordering. De Hoge Raad overweegt dat in het tussenarrest van 27 juli 2021 geen voorlopige voorziening wordt gegeven of geweigerd. De afwijzing van de incidentele vorderingen van Sonos is enkel een beslissing in het kader van de voortgang en de instructie van de zaak. Tegen de twee arresten van het Hof stond dus geen tussentijds cassatieberoep open. Dit leidt tot een niet ontvankelijke verklaring van partijen.